Nee, op mijn pen. Sluit af, Ezo. Hé, maar je hebt dus gepiest. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Julie en ik ben hier in Mechelen, waar er maandag ook is. Maar ik ben hier omdat ik heb afgesproken met de mensen waar ik stage heb gedaan op het internaat. Enkele internen, mijn stage mentor en een paar, één collega eigenlijk van me wie ik stage heb gedaan. Dat is mijn collega, Jerika. En ja, de rest staat er ook bij. En we zoeken een plaats om iets te drinken, want het is echt warm en ik heb dorst. En daarna gaan we iets eten, dus even zo chillen. Dus we zijn in een kipdingen, poel en poulet. En ze hebben hier zo'n raar dingetje voor je koeksken open te doen. Je moet drukken. Wacht, kom maar. Zo. En nu moeten... Harder, harder. En nu moeten we even wachten. Wat de f... Scan nice. En dan haalt je dat eruit. En nu is daar een... Sossies. Een doekje. Alsjeblieft. Het is prachtig weer vandaag, 33 graden. Het is eigenlijk veel te warm naar mijn goesting, mabbo. En we gaan op teambuilding met het team van de opvoeders en de beheerders van het internaat. En, allee ja, het belooft een teamdag te worden. Het is verschrikkelijk warm. En ik zit in de auto van mijn collega's. Allee, van mijn collega. Yves, zeg eens dag aan de vloggertjes. Dag, vloggers. Dag, Leen, zeg ook eens dag. Vla, vla, vla. Voilà, we weten ondertussen wat de activiteit is. Het is, allee, we weten het eigenlijk niet zeker, maar in het gebouw is er ook een virtual escape room of zoiets. Dus we zullen wel zien wat dat is en sowieso wordt het plezant. Ja. En Leen denkt dat ze op een kwartier het spel gaan kunnen uitspelen. Ja, we zullen zien. Of verbrodden. Wat? Of verbrodden. Verbrodden. Oh, je doet ons ontploffen ofzo. Gaat hij naar beneden? Dat wel in. Jullie, wat gaan niet doen? Ik zal. Ik had dat ook. Ja! Voilà, de teambuilding activiteit zit erop. Het was echt, echt plezant om zoiets VR te doen. Dat was echt, we hebben allemaal gedaan. We hebben eerst geschoten op monsters en op spinnen. Arkes, dat was echt vuil, maar dat was echt cool. Dan hebben we... Ze hebben eigenlijk uit een lift moeten stappen en ze hebben naar beneden gevallen. Dat was echt eng. Dan in attractie dat losschoot. En dan op het einde hebben we pijl en boog gedaan in teams. En dat was zo ook op monsters. Dat was echt plezant. Voor herhaling vatbaar. Ik sta buiten, want ik heb net een video opgenomen. Omdat gisteren toen ik op de barbecue was, zag ik ineens op mijn abonnees de 2000 verschijnen. Dikke merci daarvoor. Dat is ongelooflijk. Ik heb daarvoor net een video opgenomen die ondertussen online staat. Dus je kan hem hier vinden. En bedankt allemaal voor de 2000 abonnees. Het is geweldig. Meer bedankjes en dinges vind je in de video, dus ga hem bekijken. En voilà, dank u wel allemaal. Dank u wel. Ik ben hier met Natasha. We zijn onderweg naar Peklak, maar het is gigantische file. En oh my god, hoe lang is dat geleden dat ik al Peklak heb gegeten? Zo lang geleden. Vorige zomer had ik dat echt 2-3 keer per week. Maar wat is eigenlijk Peklak? Wel, dat ziet je nu. Dat is een coole wagen, hè? Maar inderdaad, zoals Natasha juist zegt, hoe laag moet je dat niet inkruipen? Om daarin te gaan. Dat is voor de kabouters. Dat is een kabouter raceauto. Peklak was super lekker. Natasha heeft het weer niet opgekregen, zoals altijd. Vangen, hè? Na 2 uur. Ja, we hebben keihard aan gewacht. Maar ja, eerst zaten we een uur in de file en dan weer nog een uur moeten wachten. Omdat ja, Peklak, dat is bekend. Iedereen houdt daarvan. Zee, hoeveel reclame heb ik al niet gemaakt voor Peklak in mijn vlogs? Ik vind dat we toch een keer gratis mogen gaan eten. Mensen van Peklak, als je dat ziet, al dit zweten. Of DM mij via Instagram. Even Instagram promoten. Voorbestemd, we gaan een beetje zingen. Bij me bent, het heeft zo moeten zijn. Dat is lang geleden, hè, dus we gaan ervan profiteren. Jou nog sneller dan een heartbeat. Ik geloof dat onze namen in de sterren staan. Ik kijk naar jou en ik wou met je meegaan. Oh, 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 oh. Ik dacht, oh.
sneller dan een heartbeat. What would I do with that love smile? Wait, because the flash, I don't see so much. Als liedje, maar dat is zo rustig. Ja. Ja, dat gaan we niet pakken. Nee. Ja, nee, ja. Señorita? Maar ik ken de tekst niet. Nee, ik ook niet. I love it when you call me señorita. I got this feeling on a summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge and na-na-na-na-na. I don't care. I love it. I don't care. Oké, ik zit hier in de shisha en ja, het is weer gezellig, hè. We zijn nog iets gaan drinken in Leuven. Het was kei spannend, want er was ineens echt een gevecht, maar echt zo met 20, 30, 40, 50 man. Maar goed, genoeg actie. En overduidelijk ben ik gewonnen met mijn spierballen. Dat is zo'n broer. Kijk, uit de weg. Ja, zo. Geef me een shine. Ja, ze wilden eigenlijk allemaal Amir in elkaar slaan, maar wij hebben iedereen tegengehouden. Dus Amir, wat zeggen we dan? Ik was een gentleman, ik heb een meisje geholpen. Nee, maar ik zeg dank u dat wij u gered hebben. Dank je wel, inderdaad schat. Dank je wel. En nu gaan we... Ja. Voilà, dankbaarheid, hè, voilà. Maar nu moet je wel bijkomen, we gaan de vlog afsluiten. Ja, hey. Bedankt om te kijken, liken, abonneren. Nee, maar zee! En tot de volgende keer. Je verpest het! Oh, maar hé, dat is hier mijn vlog, hè. Ja. Voor uw vlog moet je naar uw eigen vlog gaan. Allee. Ja, hij vlogt ook, hij heeft ook een paar abonnees, zo, maar 6000 of zo. Oké, dat is 3 keer meer dan de mijn, maar bon. Dat is geen reden om mijn mijn... Sluit af, Ezo. Hé, maar je hebt dus gepiest. Ja, dan. Allee, klaar? Ja. Oké. Wacht. Als ik zeg abonneer, moeten jullie zeggen voor meer, oké? Ja. Oké. Zo, dit was de vlog voor deze week. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer! Voor meer! Voor meer! Het is te laat, hè, man. Maakt niet uit. Tot de volgende keer. Bye-bye!